Vandaag weer een nieuwe mini-story. We zijn op weg naar de Maasport. En daar gaan we ontmoeten Frederik Schulkes. Zij is event manager van de Maasport. Hi, Jesse. Hi. Zo, daar zitten we dan. Dit is de mini waar we altijd in rijden. Wie ben je eigenlijk en wat doe jij bij de club? Ik ben Frederik dus. Ja. En ik werk als event manager voor Maasport Sports & Events. Het thuis ook van New Heroes Basketball. Ja. Maar naast basketbal hebben we ook allerlei andere events. Sportevenementen, zakelijke evenementen, ook muziekevenementen. En als event manager zorg je eigenlijk ervoor dat alles op rolletjes loopt. Eigenlijk een beetje de spin in het web voor de organisatie. En regel je eigenlijk alles op locatie voor hen. Dus ik probeer altijd hen zoveel mogelijk te ontlasten. Hoe is het dan met de andere events? Is dat makkelijk te combineren met onze basketbalwedstrijden? En dan, want ik heb ook wel eens gehoord dat er ook wel soms hardcore feesten zijn. En, tenniswedstrijden zijn er geweest. Ja, dus is dat moeilijk voor jullie om het zeg maar goed te plannen? Het biedt uitdagingen, maar ja. Dat maakt het ook wel weer interessant. Maar ja, basketbal, ja, dat is wel eigenlijk de waarom Maasport ooit gebouwd is. Ja, echt precies. Om het basketbal te huishouden en is later echt uitgegroeid tot evenementenlocatie. Wat is je drijfveer als manager? Ik vind vooral als eventmanager is eigenlijk geen één dag hetzelfde. Nee. En dat vind ik, ik vind de afwisseling ook heel leuk, ook in allerlei verschillende events. En ook proberen om samen met de organisatie echt het onderste uit de kant te halen eigenlijk. Een klein beetje brutale vraag. Maar, vertel. vertel. Wat is de overeenkomst tussen jullie als Maasport en New Heroes Basketball? Ik denk dat, ik vind dat Maasport Sports Events naast alle andere evenementen ademt het ook echt topsport. Naast topsport willen we ook breedsport uitdragen, maar met name ook de topsport een goede plek geven. En ik denk dat we ook wel, zeker voor basketbal, goede faciliteiten bieden om dat ook te kunnen zijn. Ja. Dus er zijn natuurlijk veranderingen gekomen dat er een nieuwe vloer is gelegd in de kleine zaal. Daar zijn we dan bezig, daar zitten chips dan in. Dan kunnen jullie daar volgen hoe hoog je springt, hoeveel wat je hebt gerend aan afstanden. En kleedkamers die helemaal zijn vernieuwd. Ja. De hal heeft natuurlijk een nieuw uiterlijk gekregen door met nieuwe scoreborden en schotklokken. En ik denk dat we op die manier ook wel graag willen laten zien van hey, we willen eigenlijk het voor jullie ook makkelijker maken en nog beter. Want ja, je concurreert toch ook, je bent gewoon een van de top 4 teams uit Nederland. Dus ja, dan wil je natuurlijk ook dat de faciliteiten goed zijn, zodat jullie ook op dat hoogste niveau kunnen blijven. Absoluut. Dat in ieder geval dat het in ieder geval niet aan ons ligt. Nee, maar het is duidelijk zichtbaar ook. Dat we echt proberen stappen te maken om het voor jullie beter te maken eigenlijk. Ja. Hoe is dat dan voor jou dan? Ja, jij komt vanuit Leiden, ben je op een gegeven moment hier naar Den Bosch gekomen. Ja. Hoe was dat dan voor jou? Hoe was het voor mij? Het was voor mij in ieder geval om in Den Bosch te komen, ik werd heel erg warm verwelkomd. Wow. Ik voel me ook echt thuis op de plek. Mm-hmm. Ondanks eigenlijk een seizoen niet een heel lekker seizoen heb gedraaid zelf op sportief vlak. Okay. Maar alles eromheen is echt, ik voel me echt helemaal prima en goed op mijn plek. En ik heb eigenlijk alweer helemaal zin in het volgend jaar. Ja. Maar dankjewel. Ik vond het heel leuk om te ontmoeten en wat meer kennis over je te maken of te krijgen. Ja, en nou, we gaan elkaar nu zeker vaker zien. Dus dat is wel goed. Toppie. Dankjewel. Nou, maar goed. Dankjewel. Bedankt, hè. Waar is de regie? Ja, we waren jullie kwijt. Ik wou net zeggen, ik kijk nu pas op.